Ik weet niet hoe laat is het. Moet je nou kijken? Elke Middelburger weet toch als hij op vrijdag de klok hoort op 10 voor 1, dat het 10 voor 1 is. Is dat echt zo? Ja, echt. Zelfde vrijdag, hè? Al jaren. Echt? Dat is een soort herdenking van een ding in Engeland. Het is een heel vaag verhaal, maar ja. Is me nog nooit opgevallen. Opgevallen. Ik denk altijd dat er weer iemand gaat trouwen ofzo. Nee, zelfde vrijdag 10 voor 1. Dus het is nu vrijdag 10 voor 1 en we staan hier bij de Koningsbrug. En ja, van de week is daar de bloemenkiosk van jouw ouders is daar afgebroken. En, ja, dat laat jou niet helemaal onberoerd, hè? Nou, ja, in zoverre laat het me... Toen ik hier langs reed en dat ding aan het weghalen was, dacht ik, goh, het is wel het einde van een tijdperk. Weet je wel, dat ding heeft hier gestaan, geloof ik, sinds half jaren 60. Ja. En ik ben uit 77, dus ik heb eigenlijk mijn hele jeugd is dit. Mijn jeugd, mijn tienerjaren, weet je wel. Ja. Kwam ik van school en dan had mijn vader koffie gezet en dan dronken we hier koffie met wat vrienden, weet je wel. Ja. Gewoon vrienden van school. Ze gingen altijd op de koffie. En mijn moeder overleed in 2001. En toen heeft mijn vader het nog een poosje geprobeerd, maar ja, die zag er niks in om dat in zijn eentje te doen. Dus toen hebben we het verkocht. Ja. En ja, wel een aantal klanten daarvoor of zo. Maar ja, ik heb me daar toen niet mee bemoeid omdat het niet mijn. Kiosk was natuurlijk. Je achteraf dacht nog gezien... heel even dacht je nog van ik ga het kopen. Ja, niet. Achteraf gezien had ik het wel, had ik het, ja, weet ik eigenlijk niet. Want ja, als je iets doet moet je het ook gewoon goed doen. En ik had het waarschijnlijk ook laten verpauperen omdat je gewoon met iets anders bezig bent. Ja, dat was nu ook echt verpauperd. Dat was echt in verval dat ding. Dus, Nee, dus ik ben ook, ik heb er zelf ook heel erg veel vrede mee dat het, weet je wel. Ik heb liever een goede herinnering dan dat iets helemaal naar de klote aan het gaan is. Dus dat vind ik prima. Maar dat we hier staan, het heeft nog een andere functie. Want het is ook bijna zijn een stadsfeest in Middelburg. Ja. En ik hoorde gisteren opeens van Michel, die bezig is, samen met Berry overigens, dat jij ook wat gaat doen. En dat ga je hier doen. Vertel eens. Ja, nou, het leek mij gewoon heel erg grappig. Weet je? Juist omdat dat ding net afgebroken is, dacht ik van nou, om het cirkeltje helemaal rond te maken en... En het zijn toch de stadsfeesten, overal is muziek. Dan geef ik hier gewoon een klein concertje met mijn gitaar. Ik heb een geluidsinstallatie ergens van gehuurd. Van Jules Petit. Oké, fantastisch. Ja, Jules helpt. En Jules zet even zijn spullen neer. En ik ga hier wat muziek maken. En ik hoop dat het... Het is hartstikke leuk natuurlijk hier. Het is zondag, weet je wel. Het is niet veel verkeer. Dus mensen kunnen gewoon hier op het stoepje staan. Ja, maar het is op de zondag speel jij. Ja, toch? Ja, dat weet ik. Ik ben er eigenlijk niet precies nog. Ja. Nou, dat zetten we hieronder. Dat zetten we hieronder wanneer precies, maar volgens mij was het gewoon de zondag. Okay. Want ik doe het op dezelfde dag als Pascal, met Jack en Daniels. Ja, want bij Hart en Ziel is eigenlijk ook 3 dagen lang muziek en lekker eten, paella zag ik. Ja, nou het leuke ervan is, als ik hier gespeeld heb, want we hebben even overleg gehad, weet je wel, want ik heb geen zin om elkaar... Dus ik speel eerst hier en dan hopelijk dat we dan met z'n allen naar Hart en Ziel gaan. En dat zijn gewoon gratis concerten. Ja, natuurlijk. Dus ik speel daar ook nog. Weet je wel, ik speel gewoon met Pascal, weet je wel, we roepen wat en dan spelen we ook daar nog wat liedjes. Nou, dat is toch fantastisch. Zijn de popsterren van de stad geven een cadeautje aan de stad eigenlijk. Ja, nou, is toch leuk? Ja, ik vind het, weet je wel, je woont hier en je hebt hier veel plezier. En om nou, ik doe al genoeg concerten en ik heb ook gewoon de concerten in de Schouwburg waar je gewoon voor moet betalen. Maar dit lijkt mij wel lachen. Nou, ik hoop alleen dat het droog blijft. Ja, dat hopen we natuurlijk allemaal. En dat is een belangrijke, dames. En we moeten nog even kijken, want ik heb wel misschien nog een klein probleem. De stroom. Ja, die bloemenkiel stond hier, dan was het wel gewoon stroom. Maar dat is ook niet meer. Nou, dus... ik weet bijna zeker, alleen wel de bibliotheek. Nee, die zijn dicht of zo. Ja, en de bibliotheek ook. Maar misschien heb je daar wel een man van de technische dienst die zo vriendelijk is om wat voor maar je te leggen. Maar dit zit er vol met stroom, of dit niet? Dit zit vol met stroom, ja. Dat is ook weer zo. Maar dan moeten we even vragen of de Delta Nut daar wat mee kan doen. En dat is... Misschien is wel eenvoudig. Nee, hè? En anders hebben we vast wel ergens een generator of zo. Of ja, ik ga ervoor zorgen hoor. Ik heb nog 2 weken, toch? 3. Precies, 2. Ja, 2,5. 2,5. Zo is. Ja, maar ik ga daar staan. Ik hoop dat het mooi weer is. En ik hoop eigenlijk dat iedereen even hier komt en dan gaan we daarna. Weet je wel? Uiteraard komen we allemaal naar Pascal. Dan speel je ook nog een nummer wat je samen met je vader speelde, toch? Ja, dat weet ik niet of ik dat ga trekken. Oké, okay, fair enough. Nee, dat wordt we gaan voor de gezelligheid. Ja, ik speel wel rustige liedjes, maar ik probeer wel een beetje gezellig. Ik moet niet... Sentimenteel... Nee. Ik ben al zo... Ik ben man, ik word 42 en ik jank al om alles. Dus het is... Nou, dan doen we gewoon een Boy Named Sue van Johnny Cash. Dat vind ik ook altijd een leuk nummer. Weet je nog? Hey, dankjewel. 5 uur lang in de SEF. Ja, precies. Hey, dankjewel voor je tijd en we zien je met de stadsfeesten. Ja, man. Dankjewel. Hoi.